Hoi hoi, leuk dat jullie weer kijken naar Prepper Fans België. Ik sta hier vandaag bij Plopsa in Noord-Hasselt, het allereerste overdekte themapark dat Studio 100 geopend heeft. Het is voor mijzelf 12 jaar geleden dat ik hier geweest ben, dus ik ben heel benieuwd hoe het park geëvolueerd is. Alvast heel veel kijkplezier en tot na de intro. Binnen in een gezellig dorpje. We zien de zweefmolen op de achtergrond. Boembaloo. Draaimolen. We zien een valtoren in de verte. In de linkerhoek van het park vinden we ook nog een theater terug. Maar daar speelt momenteel nog geen show af. Vanmiddag zal hier een boemba-show plaatsvinden. En uiteraard ook de zweefmolen. Molen, heel mooi verlicht. Het park heeft ook een soort K3 disco met muziek en botsauto's van Mijntje. Het park had ook een hele mooie carousel, maar die slagen wij over en wij gaan verder met de valtoren. De enige achtbaan van het park, de Wiki Coaster.
Hasselt staat ook de enige echte piratenboot van Piek Piraat. Je ziet hem staan. Net zoals in de pan hebben ze hier ook een hele mooie enemolen staan, gethematiseerd naar Maya erbij, met een bijhorende speeltuin. En die is volgens mij wel later toegevoegd dan de opening van het park in 2005. En net zoals in Mayaland, ook weer uit de pannen, is hier ook een grote matjesglijbaan te vinden. Helemaal van achter vinden we nog de speelboom terug, in het thema van Kabouter Plop en de welbekende kikkermolen. En ook Boomba heeft zijn plekje gekregen in het park met de Boomba speeltuin. En het park telt ook één groot restaurant. Een beetje ja, modern van de jaren 2000. Het park heeft ook een buitengedeelte, maar ja, in de sneeuw is er niet veel te doen natuurlijk. We zien het verkeerspark van K3 met een brandweermolen zoals die ook in de pannen stond. Onder dit sneeuwtapijt moeten normaal dansende fonteinen zitten. We hebben een klimspeeltuin en ook de fietsjes van Megamindy. En zo staan we weer buiten. Dit was Plopsa Indoor Hasselt. Ik weet, het is niet zo'n hele grote vlog geworden vandaag. Maar er valt nu ook niet zo heel veel te beleven natuurlijk. Althans niet voor ons. Voor kinderen tot 10, 12 jaar is het zeker een heel mooi park, een heel goed park. En ik vind het nog altijd van alle indoorparken het mooiste indoorpark dat Plopsa ooit gebouwd heeft. Hele mooie thema's, mooi verzorgd park. Personeel algemeen heel vriendelijk. Dus op en top. Op naar het volgende pretpark. Alvast bedankt voor het kijken naar deze video. Like en abonneer voor meer video's. En dan zien we jullie graag volgende keer terug. Bye bye.